This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC. Daily Minutes podcast en het is 26 september 2019, dit is het bulletin van donderdag. Nou ja, bulletin, het wordt weer een bescheiden uitzending, want ik was van plan om data te gaan doen en misschien niet het volgende deel van de QRP-serie al, maar toch iets meer dan wat het nu uiteindelijk geworden is. Maar wat ik wel goed heb is, ik denk dat ik de hoofdpijn onder controle heb, want dat is wel een heel punt als dat steeds terugkomt. Ik ben de dag van de hoofdpijn uitgeschakeld, maar 1 of 2 dagen later ben ik nog niet optima forma. Dus dat zijn zeer vermoeiende dingen, dus ik probeer dat in de toekomst te voorkomen. Dat was eigenlijk het belangrijkste. Maar goed, ik ben vandaag nog best wel moe blijkt. Of in ieder geval, moe niet eens. Ik heb gewoon weinig energie. En ik heb vandaag heel hard moeten werken tot 1 uur of 5. En daarna heb ik het even rustig aangedaan en toen moest de was gebeuren en nog een aantal andere dingen. En vervolgens had ik de puff niet meer om een Daily Minutes te doen. Dus nu hou ik maar een praatje. Dan moet ik eens even kijken waar ik het over kan hebben. Want ik heb eigenlijk geen flauw idee. Dus dat is nog wel lachen. Ik moet gewoon iets improviseren. Ik zit te denken van, hoe deed ik, bij RAM deed ik dat vroeger altijd. Dan pakte ik altijd iets uit de historie van mij als centamateur wat ik nog niet eerder gehad had. En ik had een lijstje gemaakt van de dingen die ik eerder had. Zodat ik niet per ongeluk een artikel nog een keer zou maken. Ik geloof niet dat het een keer misgegaan is. Het zou kunnen dat er 1 keer gebeurd is dat ik dat dubbel gedaan heb. Maar dan kreeg je meteen lezersbrieven over bij zo'n blad. Ik heb eigenlijk wel voor heel veel dingen wel wat verteld in de loop van de tijd van de Daily Minutes ook. En eigenlijk verder ook. Dus ik zit te denken, wat kan ik nu bij de horens pakken, hè? Misschien wel een aardig idee is, de experimenten die ik in de jaren 80 heb gedaan met amateur tv. Ik was daardoor gefascineerd. Ik weet eigenlijk ook niet waardoor. Ik ben een beetje een omroepfreak. Dus dat zal ongetwijfeld wel een rol gespeeld hebben. Maar in die tijd was het zo dat amateur televisie gebeurde op 70 centimeter, op 4,34, 2,50. En op sommige tv's was dat kanaal 17. Dus dan kon je gewoon zonder dat de tv gewijzigd was daarop kijken. Latere televisies die hadden van die voorkeuzetoetsen met potmeters. Met van die kleine wieltjes achter een deurtje. En daar was het vaak zo dat de schaal iets groter was dan eigenlijk nodig was. Want je weet nooit of het gaat verlopen, denk ik dan. Dat het argument was. En daar kon je dat zo op oppikken. Ik zat lange tijd te kijken naar de uitzendingen van panel TBW. Die zit in Woudenberg en die zond elke week op zondag uit. Gewoon zette die hele middag de zender aan. Hij liet zien wat hij aan het bouwen was. En zijn experimenten. En soms dan stond het de camera als het mooi weer was in de tuin. En dan zag je de vogeltjes. En in die tijd was het vrij gewoon om muziek te draaien bij amateur tv. Ik heb al jaren niet meer gekeken. Dus ik weet niet of dat nog gebeurt. Maar toen was dat heel normaal. Dus dan zet je gewoon een plaatje op bij het testbeeld wat je had om te testen. En het geluid van ATV is ook wel hi-fi. Hè? Dus breedband FM. En later was er Frans PR2 RNI. Ik weet niet of ik toen zelf al uitzond. Ik geloof het niet. En PR2 RNI die was heel bekend omdat hij bij Radio Noordzee gewerkt had. En die had of hij dat bij een van zijn handeltjes had gekregen. Of dat hij dat, ik denk dat hij het zelf gemaakt had. Een zender volgens Amerikaanse stijl. Met 2x2C39. Die dingen die waren eigenlijk niet de bedoeling was dat om dat hier te gebruiken. De banden rondom 70 centimeter waren toen nog nauwelijks gebruikt. Maar in Amerika is 70 centimeter van 420 tot 450. Dus daar kun je makkelijk een dubbel zijbandsignaal in neerzetten. Als je dat hier doet, dan kun je in elk geval geen geluid legaal uitzenden. Want het video is 5 megahertz breed. Ga je op 435 zitten, dan zit de hele band vol met je signaal. En doe je er dan nog geluid bij op 5,5, dan zit het een halve megahertz buiten de band. Veel mensen deden dat in die tijd overigens wel. Het voordeel van een dubbel zijband is dat je net als bij AM, bij gewone AM, de eindtrap kunt modelleren. Dus je maakt gewoon een ding met een kristal en je zorgt dat in de tijd naar een paar buisjes gaat. En die buisjes die modelleer je dan met het video.
En als dat diep genoeg lukt, dan heb je voldoende contrast bij je beeld. En dan kun je dat gewoon zo uitzenden. Ja, ik wilde dat toch netjes doen. En in Electron stond er op een gegeven moment een ontwerp. Ik weet de naam daarvan niet meer, maar met het middenfrequent. Volgens mij op kanaal 4 van de televisie. En dat werd dan met hetzelfde kristal. Werd dat naar boven gemengd als waarmee het video opwekte. Dat had als voordeel dat er geen producten van je menggebeuren, zeg maar, harmonische van je oscillator, in het video konden terechtkomen. Want als je je berekening niet goed maakte, dan gebeurde dat wel. En dan had je altijd een moiré-patroon in je uitzending zitten. Dus dat was het voordeel daarvan. Dat ding was verder opgebouwd met compartimentjes en met gewoon een spinnenwebbouw. En de filters van 70 centimeter die bestonden uit leggerlijntjes. Stukjes draad van 7 centimeter met een hoekje eraan die dan op het printplaat gesoldeerd was. Met aan het andere uiteinde een condensatortje. En dan werden ze laag impedant ingekoppeld. Ik weet niet meer of dat met twee spoeltjes gebeurde of met een koppel, met een vaste koppeling. Ik denk met lusjes. Op die manier werd dus het middenfrequent filter gemaakt. Het probleem was alleen, ik had geen enkele meetapparatuur. Ik had een goede set voor 70 centimeter, dus ik kon zien of een signaal echt op 70 centimeter zat of niet. Dat was een FT780, de 70 centimeter uitvoering van de 480. En verder had ik een goede kwaliteit computerscanner. En daarmee kon ik enigszins de producten buiten de band bekijken. Dat laatste, dat was wel hard nodig. Want het was de tijd dat de radiocontroledienst, zoals ze toen nog heette, in die tijd nog de zender bij je kon keuren. Dus ja, je kon niet permitteren dat die producten buiten de band er waren. Want dan werd het ding gewoon afgekeurd. En dan kwamen ze 3 weken later terug. En dan moest je maar zien dat je het voor elkaar had. Want ze kwamen wel 3 weken later of 4 weken later kwamen ze nog een keer kijken. En als dat dan niet zo was, ja, dan mocht je het ding niet gebruiken. Was die afgekeurd, dan moest je maar wat anders verzinnen. Ik weet niet of je dan iets nieuws moest bouwen of dat ze toch wel later nog een keer terugkwamen. Het gevolg van dat alles was dat het mij niet lukte om het filter zo af te regelen dat er ook kleur doorheen ging. Hij was waarschijnlijk te smal aan de bovenkant. Maar het was wel een rechtszijbandfilter, zoals dat heet. Waarbij je een stuk rondom de draaggolf wordt doorgelaten. Het wordt de draaggolf wordt dus niet onderdrukt. Maar het is AM waar een groot deel van een van de zijbanden ontbreekt. En dat leverde toch een behoorlijke goede resolutie beeld op in zwart-wit. Zeker met de kwaliteit camera's die ik toen gebruikte. Dat was echt haarscherp en goed contrast en alles, want hij modelleerde hartstikke diep. En wonder boven wonder, maar toch met die gebrekkige meter. Ik had ook een dipmeter trouwens, dus, maar die ging niet zo hoog als 70 centimeter. Die ging tot 250 megahertz, maar voor die voortrap kon ik dat ding goed gebruiken. En ik had een frequentieteller, dat was ook wel handig. Dus een dipper, een frequentieteller, een transceiver en een scanner. En met die scanner kon ik de harmonische horen. Dus niet van 70 trouwens, die kon ik niet horen. Maar goed, ik heb in dat soort gevallen wat ik dan doe, is dat ik dus net als met de 10 meter baken, dan pak ik de zaak grondig aan. Dus dan neem ik geen halve maatregel, dan pak ik gewoon heel veel meer filtering. En dan weet je zeker dat het goed is, als het er dan nog doorheen komt tenminste. Want bij video moet je dan ook al oppassen dat je niet de bandbreedte vernagelt. En nou goed, die zender had ook geluid, dus dat werd er dan later, ja, tenminste wel ergens voor de eindtrap ingekoppeld. In eerste instantie had het ding 200 milliwatt geloof ik of zo en ik heb daar later snel een watt of 5, 6 van gemaakt. En ik geloof dat ik ook nog een keer een 50 watt versterker erachter had staan. Maar meestal stond hij met een watt of 5 tot 10 stond hij te zenden. Maar vanwege de hoogte van mijn antenne destijds, ik deed dat heel handig. Ik richtte mijn 11 element jaakje die ik had, die richtte ik op een groot flatgebouw. En het gevolg was dat het signaal door het flatgebouw alle kanten uitgereflecteerd werd. En een kilometer of 15 in de omtrek was dat eigenlijk met een antenne op het dak altijd goed te kijken. Ja, de tv werkt 30 tot 32 dB minder goed dan SSB. Zoveel scheelt dat. Dus een watt SSB, zeg maar, werkt net zo goed als een kilowatt amplitude gemodelleerde televisie. Dus ja, dat zegt wel wat dat het zo te ontvangen was. Ik heb daar een aantal jaren veel mee gezonden. Ik was ook lange tijd het enige station met een zender in de buurt. Of er waren er maar een paar, maar dat waren allemaal kennissen van mij die dat dan ook hadden. En wat er gebeurde was dat ik gewoon op zondagavond aan het begin van de avond de zender aanzette. En op maandagavond deed ik datzelfde, 2 avonden per week. En dan zond ik gewoon uit en camera op de tafel, ik zat toen altijd te solderen. Dus de camera op de tafel waar ik zat te solderen. Ik heb er uitstekend belichting van geleerd trouwens. Dat was heel goed daarvoor, want ja, met al die reflecties van die tin en zo. Het licht moest hard genoeg zijn om voldoende contrast te geven. En het moest tegelijk diffuus genoeg zijn om niet allerlei schaduwen of rare reflecties te veroorzaken. Dus dat was een hele kunst. Ik had een heleboel spotjes. Vaak gebruikte ik er wel 5 of zo om het goed te krijgen.
Ik heb ooit ook, dat was toen niet toegestaan, maar ik weet dat een paar kennissen van mij, die hadden een keer een gele kaart gekregen omdat ze via de zender zaten te schaken. Daar kreeg je toen een gele kaart voor. Maar ik had een TRS-80 computer. Niet iedereen kon de sync daarvan ontvangen, omdat dat toch enigszins afwijkend was. Maar de meeste tv's die pakten dat wel. En ik had daar een schaakspelletje en ik had dat gekoppeld aan RTTY. Dus je kon via de telexmachine kon je setten doorgeven en die kon je dan op de tv terugkijken. Het was de tijd dat niet veel mensen toen nog een computer hadden. 82, zo die kant uit, 81, 82. Dus dat was best wel bijzonder dat je spelletjes had. Er waren ook andere spelletjes waar ik met pieptonen de bediening liet doen. Dus dat was best bijzonder. Mensen hadden in die tijd wel het spelletje Pong, maar veel verder ging dat niet qua videospelletjes. En die TRS-80 had een zwart-wit scherm, maar daar kwam toch wel redelijk goede graphics vanaf voor die tijd. En in ieder geval waren dat spelletjes die mensen alleen vanuit de speelhal gewend waren en zo. Maar het schaken, dat ging fantastisch. Dus dan kon je via RTTY, dan moest je eventjes een zinnetje zijn. En dan kon je je set doorgeven. En vervolgens dan ging dat ding een paar seconden denken. En dan gaf hij een tegenset en dan kon je weer door. Geweldig. Dus, maar goed, dat heb ik een tijd gedaan. En ja, ik ben al wel trots dat die zender goed werkte trouwens. Want dat is toch wel, als ik dat bekijk met mijn latere werk, waar ik allerlei meetapparatuur had om hetzelfde te bewerkstelligen voor satelliet tv en voor kabeltelevisie. Ja, dat was toch wel een huzarenstukje ook, dat ik met die uitstraling dat ik dat redde. Maar ik heb het wel altijd leuk gevonden om met heel weinig meetapparatuur dat soort dingen te doen. Nou, is er toch nog wat geworden met die uitzending, denk ik. Ik sluit hem af. Ik ga binnenkort weer verder met de QRP-serie of met iets anders in plaats daarvan. En met de micronaties, met het boek daarvan. En ik heb ook een paar zelfbouwdingen waar ik wat mee zou doen, dus dat komt er binnenkort ook van. En er komt weer data, dat is er vandaag niet. Maar goed, het kan niet allemaal tegelijk. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour.